Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we weer een lekkere full body workout die we in een kwartier kunnen doen. Wat bestaat weer uit 5 oefeningen, namelijk burpees. Die zie je hier hoe je die eruit kan voeren. Het is de absolute beginner versie. Stappen en terugstappen en omhoog met de handen. Niet springend, gewoon deze beweging maken. Dan krijgen we jumping jacks. Die zie je nu hier en zorg ervoor dat in ieder geval je handen wel op schouderhoogte komen. Daarna krijgen we de lunges, die zal ik hier in beeld laten zien. Lunges, stap gewoon lekker naar achteren, zorg dat je lichaam recht blijft. En dat je je gewicht vooral op je voorste been hebt, als je terugstapt. Dan krijgen we schuine sit-ups voor de schuine buikspieren, die laat ik nu even in beeld zien. Zorg er ook hiervoor dat je altijd je bekken naar voren inkantelt, dus dat je goed op je rug afrolt. Daarna krijgen we pulse squat. En een pulse squat laat ik nu hier in beeld zien. Je gaat in een squat houding op 90 graden en je komt tot 45 graden ongeveer terug en je zakt weer naar beneden tot die 90 graden. En daar blijf je heen en weer pulseren, vandaar de pulse squat. Ja? Oké, dan gaan we nu beginnen. Druk hem even op pauze als je je warming-up nog niet gedaan hebt. Ik heb hem al gedaan. 5 minuutjes, even goed warming-up. Dan kun je beginnen, druk hem weer op play en dan gaan we van start. Wij gaan nu, oh sorry, ik wil hierheen stappen, de burpees beginnen. Let's go. Handen op de grond, stap naar achteren, stap terug. 1. 2. Dit is goed. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Dat waren de 10. Ademhaling gaat er lekker op omhoog. Krijgen we jumping jacks. Negen, 10, 20. Oké, 10 step back lunge. Omste beurt, hè? Dus 10 totaal, dus 5 per been. 3. Je kan ook je arm mee laten bewegen. 6. 7. Mag allemaal, hè? 10. Krijgen we schuine sit-ups. Bekken inkanten, zoals ik al zei. Knieën ongeveer 45 graden weg. En probeer zo hoog mogelijk op te komen. Tel weer kwijt. Denk 10. Andere kant natuurlijk. En denk aan je bekken inkantelen. 10. Dan krijgen we als laatste de pulse squat. 20 keer. 20. Benen gaan branden. Dat is goed, hè? Hou vol. Hou vol. 19, 20. Ronde nummer 1 zit erop. Pak even pauze als je hem nodig hebt. 1 minuut maximaal. Dan ga je de volgende ronde. Maak het kwartier vol, hè, zodat je zoveel mogelijk rondes in een kwartier hebt. En laat even weten, als je deze training gehad hebt, hoeveel rondes je gedaan hebt. Zet het even in de comments. Of houd het zelf bij, zodat je als je het de volgende keer weer herhaalt, dan weet je ook of je meer hebt gedaan. Of je vooruitgang hebt geboekt. Nou, vond je deze video leuk? Geef een duimpje, geef een like. Druk op de bel en abonneer op het YouTube kanaal van Bodyproof Calisthenics. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Succes en tot de volgende keer.